koortsmeten preventief is weinig zinvol. Je moet kijken naar het hele kindje. Als een kind minder speelt, wat lastig is, niet uit bed wil komen of stilletjes in een hoekje zit en je bent ongerust en je ziet dat het zich anders gedraagt, dan moet je alert zijn. Dan is het nuttig om koorts te meten. Koorts op zich is ook niet gevaarlijk. Het is maar een begeleidend teken van ziek zijn. En daarom raden we zeker niet aan om systematisch de koorts te meten. Niet thuis en ook niet op de kinderopvang. We hebben trouwens een flowchart gemaakt over wat doen bij koorts. En dat zijn de eerste dingen die we benadrukken. Doe dit niet systematisch, maar doe dit wanneer je vindt dat het kind een beetje anders reageert.